In deze video gaan we kijken naar het duurzaam beleggen bij de ASN Bank, omdat een van de kijkers hierom heeft gevraagd. We gaan kijken welke producten bieden ze aan, wat houden deze producten in en wat zijn de voor- en nadelen van deze producten, bijvoorbeeld ten opzichte van zelf investeren via de Giro of zo. Dus laten we snel beginnen met deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke financiën, beleggen en investeren en passief inkomen. Elke week upload ik 2 video's over deze categorieën. En vandaag gaan we dus kijken naar het duurzaam beleggen bij de ASN Bank. Zoals gezegd, een van de kijkers had hierop een vraag ingediend onder een van mijn video's. En Simone schreef daarbij het volgende. Ze wilde beginnen met investeren. Ze is pas net begonnen met het extra aflossen per hypotheek, maar wil ook kijken naar de toekomst, denk ik. Dus wil ze investeren. Ze kiest dan liefst voor haar eigen bank, de ASN Bank, vanwege haar normen en waarden. Zoals dat ze geen kinderarbeid doen en dat soort dingen. En ze vraagt eigenlijk van waar moet ik op letten? Wil ik gaan investeren? Wil ik beginnen met investeren? En is de ASN Bank daarin een goede partner, zeg maar? Nou gaan we kijken naar de ASN Bank. Dan zul je zien dat bij beleggen ze 2 dingen aanbieden. Ten eerste is dat het doelbeleggen. En ten tweede is dat de beleggingsrekening. Nou laten we beginnen met het eerste onderwerp, de doelbelegging. En bij dit product wil je toewerken naar een doel. Je geeft bijvoorbeeld aan hoeveel geld je op lange termijn wil hebben. En afhankelijk van de tijd die je daarvoor hebt, krijg je dan te zien hoeveel geld je waarschijnlijk moet investeren om dat doel te bereiken. Je kunt het ook omdraaien en kijken van wat als ik nou dit inleg en welke risico's, afhankelijk van welke risico's ik neem, welk rendement kan ik dan natuurlijk verwachten. En daarvoor hebben ze een makkelijke rekenhulp op hun site gezet. Kijken we naar die rekenhulp, dan zul je zien dat ze een paar vragen stellen. Ten eerste dus een begin- of een einddoel. Nou, laten we in dit geval beginnen met 2000 euro eenmalig in te leggen en vervolgens 200 euro per maand in te leggen, omdat dit de 10% is van ongeveer een gemiddeld inkomen. En dat raad ik altijd aan om te gaan investeren. Vervolgens geef je ook aan hoe lang je erover wil doen en of je hoeveel risico je wil nemen. Wil je juist zeer defensief of wil je zeer offensief doen? Zeer offensief houdt in dat je een groter deel van je belegging eigenlijk hebt zitten in aandelen. En aandelen kunnen natuurlijk veel meer in koers wisselen, zeg maar. Je hebt hele goede momenten, je hebt ook heel veel momenten dat je geld kunt verliezen. Dus daar heb je veel meer schommelingen in. Wil je dat nou niet, kies je voor meer defensief, dan is er maar een klein gedeelte van je belegging in aandelen en zal een groter gedeelte bijvoorbeeld in obligaties staan, waarvan het rendement al vaststaat, maar wel lager is dan bij aandelen op lange termijn. En afhankelijk van de maandelijkse inleg en de tijd die je hebt, komt er dan een ding naar boven. Nou, kijken we dus naar het voorbeeld met die 2000 euro eenmalig en 200 euro per maand. We hebben gekozen voor 40 jaar, omdat de kijkers een beetje rond de 25 zitten en dat ze nog 40 jaar hebben tot aan hun pensioen. Nou, kijken we dan wanneer we zouden kiezen voor sparen, dan zie je dat het afhankelijk van een slechte of goede rente of beurs je tussen de 142.000 en 223.000 euro kunt verwachten. Kiezen we nou voor beleggen, dan zul je zien dat met diezelfde inleg je tussen de 168 euro bij slechte resultaten of 1,5 miljoen euro bij goede resultaten op die lange termijn aan vermogen kunt opbouwen. Dus zeker dan zul je weer zien dat juist het beleggen, ook al neemt het meer risico met zich mee, op de lange termijn tenminste altijd voordeliger is of interessanter. En in dit geval veel interessanter omdat je juist 1,5 miljoen op die manier zou kunnen opsparen. Nou klinkt 1,5 miljoen euro aan vermogen over 40 jaar natuurlijk heel erg interessant. Maar dit zijn natuurlijk als alles goed gaat. Als de beurs presteert zoals hij de laatste jaren heeft gedaan. En daar zagen we eigenlijk dat we alleen maar een trend hadden die omhoog ging. Maar dit hangt natuurlijk ook af van de risico's die je wil nemen. De ASN Bank biedt hierin 5 mixfondsen aan. En die gaan dus zoals gezegd van zeer defensief naar zeer offensief. En afhankelijk van welk fonds jij kiest, zul je zien dat een groot gedeelte of juist een klein gedeelte in aandelen wordt belegd. En het andere deel bijvoorbeeld in obligaties of in andere dingen. Zeer defensief heb je dus minder risico, maar waarschijnlijk ook minder volatiliteit en minder rendement op de lange termijn. Maar je hebt dus wel die meer zekerheid. Nou, kies jij daarvoor. Zeker als je jong bent is dat vaak aan te raden, omdat je toch nog veel tijd hebt om wat meer risico te nemen. Dan zul je zien dat de rendementen die je kunt verwachten hoger zijn, maar ook de rendementen in negatieve zin ook lager kunnen zijn. Maar in ieder geval, de volatiliteit neemt dus veel erger toe. Maar omdat je eigenlijk tijd genoeg hebt en op lange termijn wil investeren, is dat niet zo erg. En dan is het vaak, zeker als je jong bent, dus interessant om een zeer offensief te kiezen. En naarmate je ouder wordt, je profiel aan te gaan passen,
tot aan de tijd dat je net voordat je pensioen gaat, dan wil je liever wat defensief zijn. Dan wil je vooral zekerheid hebben dat je je vermogen nog houdt. En niet dat je in de laatste jaren, totdat de beurs inzakt, bijvoorbeeld 10 of 20% van je vermogen kwijtraakt. Een belangrijk onderdeel bij beleggen en dus ook bij het doelbeleggen van de ASN is altijd de kosten. Kosten zijn namelijk van invloed op de lange termijn op het bedrag wat je kunt opbouwen aan vermogen. Nou, kijken we bij de ASN-bank, dan zien je dat je altijd 0,3% servicekosten betaalt. Dat is dus de service die betaald moet worden van de ASN-bank. En afhankelijk een beetje van welk van die 5 mixfondsen jij kiest, kun je 0,9% aan fondskosten verwachten. Op dit moment hebben ze juist bij een paar fondsen iets lager. Maar laten we uitgaan van die 0,9%. Nou, dat is op jaarbasis dus 1,2% aan kosten die je maakt. En kijken we dan bijvoorbeeld bij een belegvermogen van 10.000 euro, betekent dat het 120 euro per jaar kost om gebruik te maken van het doelbeleggen van de ASN. Even een korte samenvatting van dit product, het doelbeleggen van de ASN. Je zult zien dat je in principe maandelijks geld inlegt. Niet voor de korte termijn gaat, niet voor snelle winsten, maar juist voor de lange termijn, dus tot aan je pensioen of zo. En je zult zien dat afhankelijk van welk risico jij wil nemen, je een bepaald rendement haalt. Ben jij comfortabel met meer risico, dan kun je ook een hoger rendement verwachten, zoals gezegd. Wil je liever wat minder risico nemen, heb je ook een iets lager rendement. Maar meestal nog altijd interessanter dan sparen. En zoals gezegd had de ASN ook nog een tweede product voor beleggen. Dit is de beleggingsrekening. Ook hierbij geldt dat je elke maand dus geld gaat inleggen. Dit kan al een bedrag zijn van bijvoorbeeld 25 euro in de maand. Maar afhankelijk van hoeveel jij te besteden hebt, kun je dat dus omhoog gooien. En het grote verschil met het doelbeleggen hierin is dat jij elke maand zelf je keuzes maakt over wat je met dat geld gaat doen. De ASN heeft hierin verschillende fondsen waar je uit kunt kiezen. Maar je kunt ook uit die 5 mixfondsen van het doelbeleggen kiezen. En op die manier kun je dus specifieker je geld beleggen. Want bij het doelbeleggen doet de ASN-bank dat voor jou zodra je een fonds kiest. Maar bij de beleggingsrekening kun je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld deze maand in het ene fonds te beleggen. En volgende maand of over een paar maanden denk je van, oh, nou is dat fonds juist interessanter, nou beleg ik daarin. Omdat je zelf je inschattingen maakt, kijkt wat je in de toekomst verwacht, kun je dus zelf een beetje aanpassen wat je doet. Kijken we nou naar de kosten van dit product, het beleggingsrekening van ASN, dan zul je wederom zien dat die 0,3% servicekosten in rekening worden gebracht. Dit is zoals gezegd de service die betaald moet worden, die ASN aan jou verleent, die betaal je in de vorm van 0,3% servicekosten. De fondskosten zijn afhankelijk van welk fonds je kiest. Je kunt zien dat er tussen de 0,45 en 2,3% fondskosten zijn. Dus dat was een behoorlijke kostenpost als je die fonds hebt van 2,3%. En omdat je elke maand weer dingen aankoopt of misschien wel verkoopt op een gegeven moment, heb je ook te maken met aan- of verkoopkosten. En die liggen een beetje tussen de 0,15 en 0,25%. Nou, als je al die kosten bij elkaar optelt, zul je zien dat de kosten die je meemaakt met dit product hoger liggen dan bij die andere. Afhankelijk van hoeveel aan- of verkoop jij dus doet, kun je heel veel te maken krijgen met hoge kosten. En zoals gezegd, kosten is altijd op lange termijn een heel erg belangrijke factor om je vermogen op te bouwen. Dus nu we deze informatie hebben over deze twee producten, kunnen we kort even samenvatten wat nou de voordelen zijn om toch voor ASN te kiezen. Of wat de nadelen zijn om ten opzichte van bijvoorbeeld zelf te gaan investeren. Voordat we naar deze voor- en nadelen kijken, wil ik je vragen, als je nog geen abonnee bent en je hebt tot dit moment al gekeken en je vindt het een leuke video, om je eigen dan te abonneren op dit kanaal. Ik maak zoals gezegd elke week 2 video's over bijvoorbeeld persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus wil je meer van deze video's zien, abonneer je dan nu op het kanaal. En zoals gezegd gaan we dan eerst kijken naar de voordelen. Nou, het voordeel van het ASN, of je nou kiest voor het doelbeleggen of in zekere mate ook voor de beleggingsrekening, is dat het gewoon simpel en snel is. Je maakt de account aan via hun, je zorgt dat je elke maand geld inlegt. En zeker bij het doelbeleggen wordt dat geld automatisch voor jou belegd. En in het andere geval moet je elke maand even een keuze maken van waar wil je je geld die maand aan gaan besteden. Dus op zich is het vrij snel geregeld. Het mooie aan dit soort dingen is dat het vaak ook nog te automatiseren is. Stel je bent dus elke maand van plan 100 euro te gaan investeren, hoef je dit niet elke maand handmatig te gaan doen. Je kunt dan bij je bank instellen dat je elke maand op de 10e van de maand, ik noem maar iets, 100 euro overschrijft. Dan als eenmaal dat geld is aangekomen bij de ASN, wordt het automatisch al voor jou belegd. Dus als je het dan goed instelt en je automatiseert je overboeking, dan gaat de rest ook automatisch. En ben je dus eigenlijk al geautomatiseerd aan het beleggen. Dat is sowieso al een makkelijk punt en dus een voordeel hiervan.
En sowieso, maakt niet uit welke manier je nou kiest. Dit is zeker een goede manier om te beginnen met investeren. Ook al zijn de kosten wat hoger in dit geval, je bent in ieder geval het investeren of beleggen. En op die manier maakt het uiteindelijk niet uit hoeveel de kosten nou zijn, omdat het altijd meer rendement op zal leveren dan bijvoorbeeld sparen of wanneer je je geld gewoon uitgeeft. Dus dat is ook al een voordeel, dat je ook op deze manier kunt werken aan je vermogensopbouw en dat je je vermogen dus ziet groeien op de korte termijn, maar ook op de lange termijn zeker. Nou heb ik het natuurlijk al een paar keer gehad over de kosten die je maakt bij dit soort beleggingen. Maar ik gebruik het zelf ook, alleen dan niet bij ASN, maar bij Bink Forward. Daar rekenen ze ook kosten, iets lager dan in dit geval. Maar ook ik maak er nog steeds gebruik van. Nou, ten eerste omdat het gewoon heel eenvoudig is en elke maand wordt er €300 van mij belegd. En ten tweede kan ik ook een beetje kijken naar het portfolio wat zij voor mij opbouwen. Waar beleggen zij in? Welke rendementen halen ze daarin? En uit daarvan kan ik natuurlijk leren om vervolgens misschien op langere termijn te kiezen om het niet meer via hun te doen, maar om het zelf te doen. Op dit moment heb ik daar niet altijd tijd voor en kies ik dus voor om ook gewoon maandelijks geld over te maken wat automatisch belegd wordt. Ook al heb ik dan iets minder rendement. Ik ben er geen tijd meer kwijt, zoals gezegd. Mocht ik nou dadelijk meer tijd hebben om dit soort dingen te volgen en ook dus uit te zoeken en dan zelf veel beslissingen te maken, kan ik dat misschien beter doen, omdat dan de rendementen wat hoger zijn. Maar op dit moment is dat gewoon een heel makkelijke en goede keuze om bijvoorbeeld via de ASN Bank dus te beleggen. Dan komen we aan bij de nadelen en die heb ik eigenlijk al genoemd. En dat is eigenlijk in principe één groot nadeel, dat zijn de kosten. Kijken nou bijvoorbeeld naar een voorbeeld van hun, van de ASN Bank, wat ze geven bij regelmatig aan- en verkopen. Dan zul je zien dat ze bij een inleg van begin met €10.000 en je koopt gedurende het jaar nog €10.000 bij, dat dan de kosten voor €207 zijn bij de ASN Bank. Zoals gezegd maak ik gebruik van de Giro en kijken nou ook naar eenzelfde situatie, dat we €10.000 hebben, €10.000 bijkopen in Amerikaanse indexfonds of ETF's. Dan zul je zien dat de kosten bij de Giro daarvoor op €60 liggen. Dat is een stuk lager dan die €207 dus. Een reden dat bij de Giro de kosten veel lager zijn, komt doordat de fondskosten van die fondsen gewoon lager zijn. Het bekende voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Vanguard S&P 500 ETF. Die hebben zelfs maar een kostenpercentage van 0,07% op jaarbasis. Nou, vergeleken met die 1,2% of misschien 0,9% fondskosten is dat gewoon een heel erg groot verschil van bijna 90% uit mijn hoofd gerekend. Dus daarop kun je behoorlijk besparen. En zeker als je grote bedragen hebt, dan is 0,8% besparen per jaar gewoon een heel erg groot verschil. Kijk nou bijvoorbeeld naar wat een procent verschil doet aan rendement op lange termijn. En kiezen we dezelfde cijfers, dus €2000 als inleg en €200 in de maand. En beleggen we dit voor 40 jaar, dan zul je zien dat we bij 5% per jaar rendement uitkomen op een vermogen van €312.000. Maar is die 5% nou geen 5, maar 6% per jaar rendement? Over die 40 jaar wordt het €404.000. Nou, dat is al 30% meer dan die 312 in het eerste geval. En is het geen 5%, maar 7% op jaarbasis, dan is het na 40 jaar €527.000. En dat is maar liefst bijna 70% dus. Nou, dan kun je zien dat ook bij kleine bedragen die procent per jaar aan rendement op de lange termijn heel erg grote effecten heeft. In het geval van €200 in de maand kan het zomaar zijn dat je al 70% meer verdient en geen 3 ton, maar ergens in de 5 ton dus verdient. Dus daarom is eigenlijk het enige nadeel van dit soort dingen, het kost je geen tijd, maar op lange termijn kost het je wel heel veel geld. En misschien is het dan niet op dit moment dat je de tijd hebt om het uit te zoeken en kun je dus best wel die kosten betalen. Maar als je eenmaal hiermee bezig bent en je portfolio groeit een beetje, je vermogen is ja, richting de 10, 20, 30.000 euro, dan is het waarschijnlijk interessanter voor je om zelf wat tijd te gaan investeren, om uit te zoeken en vervolgens zelf ETF's aan te kopen, omdat dat dus, wanneer je vermogen groeit op lange termijn, zomaar een ton of 2 ton kan schelen. En daarmee hoop ik in deze video de vraag van Simone te hebben beantwoord. Mocht jij nog vragen hebben of opmerkingen, laat ze achter in de reacties onder deze video. Misschien kan ik jouw vraag wel behandelen in de volgende video. Of heb je een opmerking waar ik iets mee kan doen in de volgende video's. Als je nog geen abonnee bent, ja, abonneer je dan op dit kanaal zou ik zeggen. En vond je het een leuke video, geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties weten wat je goed of minder goed vond. Zodat ik daaraan kan werken voor volgende video's. En dan hoop ik jullie graag in de volgende video weer terug te zien.